De politieke partijen VVD, Voorschoten Lokaal en het CDA hebben de formatie afgerond en gaan de samenwerking in Voorschoten de komende 4 jaar met elkaar aan. Dinsdag ondertekenden zij het coalitieakkoord met de titel Voorschoten in verbinding vooruit. Dit akkoord laat zien waar deze coalitie de komende jaren aan wil werken. Het akkoord was met een omweg vrij snel rond. We zijn natuurlijk uit een situatie gekomen waar D66 nog aangesloten was bij deze coalitie. Daarna hebben we het eigenlijk heel snel kunnen oppakken. We zijn heel snel aan de slag gegaan, we zijn er makkelijk uitgekomen. We hebben natuurlijk toch met partijen te maken die heel direct verbonden zijn aan Voorschoten. Ik denk dat deze coalitie op zich goed naast elkaar past. En zeker als het gaat om participatie. En we hebben het natuurlijk ook laten zien. In het akkoord staan 3 doelen waar de focus de komende 4 jaar op ligt. Doel 1 is Voorschoten blijft een heerlijk woondorp. We zijn nu een heel fijn dorp. We staan hoog altijd in de Elsevier's top 10 van aantrekkelijke gemeenten. Dat willen we graag zo houden. En om dat zo te houden moeten we veel dingen doen. Onder andere onze economie vergroten. Zodat we meer kunnen verdienen als dorp en daardoor de voorzieningen voor onze inwoners behouden. Zo zijn we dus toekomstbestendig en daar richten we ons echt op. Doel 2 richt zich op de woningmarkt. In Voorschoten moeten meer betaalbare woningen komen voor verschillende doelgroepen. Voorschoten is een duur dorp, dus ook grond is duur. Dus we kijken naar creatieve manieren om bijvoorbeeld in erfpacht betaalbare koopwoningen te kunnen aanbieden. Hè, zodat het deel van de grond zeg maar, niet mee gekocht hoeft te worden, waardoor het dus betaalbaar wordt. Met ook een sterke lokaal maatwerkparagraaf, zoals dat heet. Dus met betrekking tot het toewijzen van woningen aan starters, aan jongeren uit Voorschoten. Met name om te zorgen dat, omdat we nogal vergrijzen, dat die jongeren dicht bij hun ouders kunnen blijven wonen, zodat zij later kunnen mantelzorgen voor deze ouders. Wat weer helpt in het faciliteren van de participatiemaatschappij, zoals dat heet. In het derde doel richt de coalitie zich op duurzaamheid en een toekomstbestendig Voorschoten. We moeten toch anders gaan leven, we moeten anders gaan doen. Als gemeente heb je ook de taak om je eigen gebouwen te verduurzamen. Nou, we hebben ook in het plan opgenomen om ons eigen wagenpark in ieder geval elektrisch te maken. Je zal zelf het goede voorbeeld moeten geven. Daarnaast zul je ook een stuk voorlichting moeten doen naar de inwoners. Vooral om het zuiniger maken van de woningen. Minder stookkosten hebben, minder gasverbruik. En dat willen we bereiken juist met de inwoners. Dus goede plannen. Misschien wel een wijk vertegenwoordigen die met duurzaamheid bezig gaat. Je ziet het bij bedrijven, bij de business in Dommelwijk. Dat soort zaken moeten zelf gaan leven. Naast deze 3 onderwerpen staan de rest van de plannen in het 33 bladzijden tellende coalitieakkoord. Deze plannen wil de gemeente uitvoeren met de inwoners. Het akkoord heet Voorschoten in verbinding vooruit. En daarmee geven we echt aan dat we de inwoners belangrijk vinden. Dat we graag met ze samenwerken om zaken te realiseren in Voorschoten. Er zit heel veel kennis en kunde in het dorp en die gebruiken we graag. Nadat op dinsdag het coalitieakkoord is ondertekend, vindt op donderdag de installatie van de nieuwe wethouders plaats. Hans van der Elst van Voorschoten Lokaal en René Zoetemelk van het CDA worden de nieuwe gezichten in het college. Zit het wethouder Paul de Bruin, zal wethouder blijven.